De verlossing van Wim Kieft. In een badkuip vol ultrawit Peruaans marcheerpoeder, vermengd met goede maar vermorste jaren Chardonnay en Sauvignon Blanc, stond het hem tot aan de lippen en hing zijn blonde kuif erbij als een nat geregende labradoedel. Het was wachten op het grote licht dat hem ging verlossen en zou brengen naar de eeuwige krijtlijnen. Tot daar opeens, als een solitair, sanitair wonder, en niet eens als gevolg van een half geraakte kopbal, de stop uit de badkuip werd getrokken en er iemand opstond, die opstond en opstond als een wakker gekuste Chinese wijsgeer die zijn eigen sprookje schreef, waarin hij als een Niels Holgersson met een tweede kans op de rug van een vetgemeste gans gelukzalig naar de horizon vloog. Als de Wim die zijn eigen Wim is geworden. Dank u wel. Ja. Nou Wim. Ja? Ja, die kun je even meenemen. Ach ja, het is... Laten we maar vanuit gaan dat het goed bedoeld is. Toch allemaal, ja. Je bent gezwinde spoed hier naartoe gekomen, gereisd vanuit Hilversum. Ja. Bij het programma dat Pep Talk heet. Ja. Daar zouden we al een grap over kunnen maken, maar dat doen we niet. Nee, dat doen we niet. Want daar zitten ook geen mensen die grappen om jou maken, denk ik. Bij Pep Talk? Ja. Nee. Nee, maar alle grappen zijn wel een keer gemaakt, joh. Ja, maar die worden steeds weer gemaakt. Door meneer Derksen bijvoorbeeld. En dan zie jij er toch een beetje sneu bij. Nee. Hoe voel jij dat? Nee. Nee, zo ervaar ik het helemaal niet. Ik heb dat uiteindelijk zelf naar buiten gebracht. Had wel een reden, maar dat was natuurlijk... Een envelopje ligt klaar. Ik ben daar niet mee in te raken. Ik bedoel, ik heb mezelf genoeg geraakt en zelf ook de grappen gemaakt. Dus ik kan dat allemaal wel hebben, ja. Maar het is ook niet wat je vooraf hebt bedacht toen je dat boek... Het was op jouw initiatief, hè, om het boek te maken. Ja, nou ja, goed. Ik ben benaderd door Michel van Egmond, die hier ook ergens schijnt te zijn. Maar... Bij de bar, denk ik. Ja, bij de bar, ja. En hij had mij al een keer benaderd of ik dat hij een boek met mij wilde maken. Maar goed, ik wist niet in hoeverre mijn verslavingen al bekend waren in Nederland. Achteraf gezien wist iedereen het al, maar ik had toch nog wel het idee dat ik dat redelijk... Dat het iets van jezelf, was. Ja, en ik dacht ook al, waarom wil hij een boek met mij maken? Dat zou er niet om mijn kop wel tegen Ierland gegaan zijn. Dat zou wel een achterliggende gedachte zijn. In ieder geval, ik heb toen na een tijdje gedacht van, nou ja, goed, weet je, die Michel die kan vrij goed schrijven. Die heeft 325.000 boeken met René Vergijp dan moet je wel iets kunnen, ja. Verkocht, ja. Dus ik zag daar wel een mogelijkheid in om mijn financiële problemen op te lossen. Nou goed, ja. Ja. Maar wel met de consequentie dat iedereen... Dus het is een soort periode voor het boek en een periode na het boek. Want op het moment dat je zo'n boek uitbrengt, dan verandert wel de manier waarop mensen naar jou kijken en ook met je omgaan. Nou ja, goed, daar was ik natuurlijk wel bang voor. Maar je moet je wel realiseren dat het moment dat ik... Dat boek uitkwam. Ik natuurlijk een hele zware periode in mijn leven al achter de rug had. En eigenlijk al kliniek in, kliniek uit was geweest 3 keer. Ondertussen ging het ook vrij goed met me. Dus ik begon dat wel een plek te geven, die verslaving. Dat was natuurlijk met name in mijn omgeving. Familie, vrienden en mensen die heel dichtbij je staan, die wisten het dan wel. Maar heb je dan, als je besluit om dat boek te gaan maken, overleg ook met die mensen in je naaste omgeving? Ja. Of je dat wel of niet moet doen? Ja, nou ja, die waren er niet blij mee. Maar dat had ik wel verwacht. Ja. Dus ik heb het wel, natuurlijk met name je kinderen en je moeder zitten daar allemaal niet op te wachten.
Alleen, ik heb ze wel proberen uit te leggen dat ik hun wel in bescherming zou nemen. Hè? Dat ik zou wel mijn hele verhaal vertellen. En het voorwaarde was ook met Michel die ik gesteld heb. Van ja, Michel, kijk, als je het schrijft vanuit de ogen van mijn kinderen, mijn moeder bij wijze van spreken. Nou goed, dat is redelijk gelukt. Nou ja, goed, op een gegeven moment ga je natuurlijk de sessies krijgen dat je met elkaar gaat praten. En ik merkte wel, ja, dat is achteraf heel mooi lullen hoor allemaal. Maar therapeutische waarde. Je hebt het boek gelezen, merk ik. Het hielp wel, ja. Ja. Want ik kon het natuurlijk nu ook vertellen aan iemand die een buitenstaande was. Nou goed, dat heeft allemaal geholpen. Maar goed, het probleem werd natuurlijk wel, naarmate die deadline dichterbij kwam, ging ik me wel realiseren van, ja goed, dan weet wel de hele wereld het. Als ik nou bij die kaasboer kom morgen, en die kaasboer die begint anders over 1988 met die kopbal die ik tegen Ierland heb gemaakt. Misschien gaat hij nu roepen van, heb jij een cocaïneprobleem of zo? Maar ja. Dat is zo, neem ik aan. Dat gebeurt, denk ik. Nou, dat viel dus reuze mee. Ja, dat viel wel reuze. Ik ben wel de eerste 3 dagen binnengebleven. Ja, ik denk, ik ga toch maar een beetje kijken hoe de reacties zijn en peilen. Ja. Maar je bleef in de buurt van het kookeiland. Nou ja, bijvoorbeeld. Ah, daar hebben we Ed voor ingezet. Ja, nee. Zo makkelijk scoren. Zo dit, makkelijk. Ja, al die grappen. En je hebt hem nog ingestudeerd ook. Nee. In ieder geval, wat wij hadden natuurlijk met dat boek, dat moet je ook heel eerlijk zeggen, het boek was prachtig geschreven en het verhaal vond ik wel een mooi verhaal. Maar goed, we werden ook uitgenodigd in goede programma's. Ja, maar het is ook een heel triest verhaal. Want ik zie dan schuin achter jou zie ik George Best op het katheder, die daar in een soort euforie champagne inschenkt. Ja. Maar voor jou was het, wat ik uit het boek heb opgemaakt, helemaal geen feest. Nee. Je sloot jezelf op. Ja. En nou ja. Ja, nee, maar natuurlijk was het een vreselijke tijd. Alleen, dat zie je, je ziet het zelf wel, maar je bent niet in staat om het te stoppen omdat je verslaafd bent. Dus het werkt natuurlijk niet zo met een verslaving dat je geld is op, iedereen heb je verlaten, want niemand wil je meer zien en niemand wil meer met je opgaan. Nou ja, dat zou voor een normaal denkend mens wel een signaal zijn van misschien moet ik ermee stoppen. Ja, maar alleen dat kan je niet, omdat je bent verslaafd. Domweg, nou ja goed, als je in die fase komt, dan Ben je diep gezonken. Ja, dan ben je diep gezonken, ja. En uiteindelijk, maar je bent er wel bovenop gekomen. Ja, nou ja, goed, dat komt natuurlijk niet alleen door het boek, maar dat komt natuurlijk met name omdat ik in therapie ben gegaan. Ik ben natuurlijk in 3 keer opgenomen in de kliniek. Het is mislukt in het begin, maar later. Ja, het is een paar keer mislukt, dat klopt, ja. Maar goed, ik raak er niet op, hoor. Daarna ben ik in aanraking gekomen met nazorg. En nazorg, dat is de AA of de CA of de NA. Dat is allemaal anonieme instellingen of wat dan ook. Ja. Dat zijn gewoon, ik ben dagelijks naar meetings gegaan met medeverslaafden. En dat heb ik zo'n 1 jaartje of 2 gedaan, bijna dagelijks. Nou goed, dat is wel hetgene wat mij op het goede pad heeft gebracht. Ja. Heb je wel eens, waar komt dit vandaan, weet je dat? Of die... Nou, geen idee. Of denk je daar niet? Nou, het is ook wel. Zo zie ik het niet. Want het is wel begonnen vanuit plezier gewoon. Hè? Na je carrière weliswaar, met cocaïne. Ja, drank was eerder al, hè? Alcohol was al eerder een probleem. Alleen viel dat nog niet zo op, omdat ik natuurlijk topsporter was. Maar was dat een visdag van Ajax? De traditionele visdag? Ja. En jij was 17, 18? Ja. Ja, ik was 17 jaar. Ja, toen kreeg ik wel de. Ik was ook heel verlegen vroeger. En een heel introverte jongen was ik. En ik merkte wel dat op zo'n visdag werd er veel gedronken bij Ajax. Of bij Ajax overal, als je zo'n vrije dag had. Misschien alleen bij Ajax, dat kan ook. Dat alleen verslaafden bij Ajax vandaan komen. Dat kan ook nog, maar in ieder geval daar soop ik gewoon al heel veel. Ja, maar je kreeg een sigaretje van Piet Schrijvers en je zoop daarna tot je echt dronken was. En toen zei je van, nou, vond het eigenlijk wel lekker. Nou ja, ik werd er wel wat losser van, ja. En alleen dat vonden ze wel raar.
als je 17 bent en je bent eigenlijk nog de jongste en je zit constant te roken, je zit constant te drinken. Maar goed, dat was dan wel een uiting. Topclub Ajax is hebben we het ook. Grappig. Oh ja. Europees topscorer, noem het allemaal ja. Maar op. Oranje. Nee, maar goed, die alcohol, dat was oprecht nog geen probleem toen ik voetbalde, want ik had een veel hoger... Je zweet het uit. Nou, nee, ik vond het leuker om fit te zijn als er een wedstrijd was, dan dat ik het leuker, dan dat ik stom dronken en niet fit in een wedstrijd kwam. Ik vind toch dat we tot slot even moeten... Ja, dat beeld. Toch even kijken... Waar je ons zoveel plezier mee hebt gegeven. Ja. Hoe je ons wil... Regie. Herinneren. Hebben we het nog? Even kijken, ja, kijk. In a trice it's ended. From nothing, Koeman's shot glances off Keith's head. And bubbles apologetically, spinning wide at the brave bowman. The goal stands. Holland are through. Ireland have reached the end of their rainbow. Ja, dames en heren. Zo willen we jou herinneren als de oud-voetballer. Ja. En niet als, als de ex-verslaafde. Nee. Zullen we dat afspreken? Ja. Oké, okay, staan. Dankjewel. Dankjewel. Bedankt.